7 september hield NEC de eerste supportersavond van het seizoen. Zo'n 120 supporters waren aanwezig om te horen wat er allemaal leeft bij de club. Verschillende sprekers kwamen terecht op de bank naast presentator Gerry van Kampen, die ze de hemd van het lijf vroeg over allerlei onderwerpen. Ook de supporters zelf konden, live in de zaal of via sociale media, vragen stellen. Zo werd het een interactieve avond vol interessante weetjes en informatie. Algemeen directeur Bart van Inge vertelde dat in mei al duidelijk was hoe de selectie eruit moest komen te zien. Het volledig maken van de selectie duurde echter tot het laatste moment van de transfer deadline, toen nieuwe spits Mihai Roman werd gecontracteerd. Hij is de opvolger van Sjoerd Ars, die naar NAC Breda vertrok. Waarom vertrok de topscorer van de Jupiler League eigenlijk? Nou, kom je in zo'n situatie met de situatie met Sjoerd. En we hebben ook gekeken naar wat voor een type spits hebben wij nou nodig voor de Eredivisie. Hebben we ook met de technisch hart over gesproken, maar hebben we ook met Sjoerd over gesproken, in alle transparantie. En ik zal ook duidelijk daar antwoord op geven. Er is ook met uitzondering van een bod wat wel binnengekomen bij ons is, maar waar Sjoerd niet naartoe wilde. Hebben we voor de rest geen aanbieding gehad om Sjoerd te transfereren. Nou, dan rest je twee mogelijkheden. Je wil die salarisruimte wel gebruiken om een nieuwe spits binnen te brengen. Daar hebben we ook met Sjoerd over gesproken. Die kans voor hem kwam bij NAC om daar te spelen. En voor ons kwam de kans om die ruimte in onze exploitatie weer te gebruiken. We hadden op dat moment, eigenlijk waren we van mening dat we meteen daarna al zouden kunnen handelen. Dat is op het laatste moment afgeketst. Nou, toen hadden we een lijstje van 6-7 spitsen. En daar zaten heel wat namen tussen die ik ook via Twitter heb gelezen. Alleen dan zie je al snel dat iemand die past in ons profiel, dat lastig is. Nou moet ik wel zeggen dat Mihai Roman bij de eerste drie zeker stond. Maar daar stond bijvoorbeeld ook Arme Terels bij. Vanuit het publiek kwam er voor de directeur een vraag over de stadionverboden die zijn uitgedeeld na de kampioenswedstrijd tegen Sparta. Voor de wedstrijd werd namelijk gecommuniceerd dat het betreden van het veld een stadionverbod zou opleveren. Was dat nou wel nodig? En is dat allemaal eerlijk gegaan? Bart van Inge was hier duidelijk over. Wij hebben 2 weken voor de kampioenswedstrijd besloten dat we dat niet doen. Om een aantal redenen. De boetes voor stadion, voor veldbetreding van de KNVB zijn hoog. Nog even buitenschade. Kijk, je hebt het over veldschade. Maar je hebt ook nog zoiets als ledboarding en de andere faciliteiten van het stadion. Nou, daar hebben we hebben van Metafaan toen aangegeven dat doen we niet. Dus als je op het veld komt, krijg je een stadionverbod. En iedereen die op het veld is gekomen, heeft ook een stadionverbod gekregen. Het enige wat ik de club, wat ik vanuit het clubperspectief kan zeggen, is dat we na die wedstrijd misschien nog stringenter en duidelijker hadden moeten communiceren welke beslissing we genomen hebben. Maar vooraf is daar geen enkele onduidelijkheid over geweest. Over het sportieve gedeelte kon trainer Ernest Faber meer vertellen. De coach is tevreden over het verdedigen van zijn team tot nu toe, maar verwacht nog meer te kunnen laten zien in balbezit. Faber sprak ook de hoop uit dat een aantal jongens wat tijd wordt gegund om te wennen aan het eredivisieniveau. En of de technische staf en de spelers wat op kunnen steken van het Nederlands elftal? De trainer kon daar wel een passend antwoord op verzinnen. Heb je het Nederlands elftal gekeken? Nee, ik heb eerst de wedstrijd naar IJsland gekeken en de tweede wedstrijd naar Turkije. Ja, heel goed, dat is het beste. Namens Futuralis Voetbalcompany was Roderick van Kerkhof aanwezig. Die vertelde over het eerste jaar samenwerking met NEC. Het was tevens de eerste keer dat het bedrijf zich presenteerde aan het grote publiek. Waarom moest dat zo lang duren? Ja, kijk, het gaat om NEC, niet om Futuralis. Dus we hadden zoiets van, we kwamen hier en het was niet een hele prettige situatie op dat moment voor NEC. En er moest een ombouw plaatsvinden van het elftal. Er moesten wat jongens weg. Er moesten wat jongens komen. Promotie was dus het doel. Ja, dan heb je niet zo heel veel tijd om aan jezelf te denken. Dan gaat het maar om één ding en dat is om de club. En te zorgen met z'n allen, want daar gaat het uiteindelijk om. Niet om Futuralis, maar om met z'n allen. Ervoor te zorgen dat gerealiseerd wordt. Ja. En daarbij dan mee bezig. En dan gaat het niet om of dat wij nou in beeld komen of niet. Ook voor een aantal spelers werd de bank vrijgemaakt. Zo kon het publiek achter leuke feitjes en weetjes komen van nieuwkomers Sam Lundholm, Marcel Rietsmeijer, Todd Kane, Janio Bikel, Joey Slegers en linksback Lucas Woudenberg. En die heeft een wel heel bijzondere bijnaam. Ze noemen mij de Witte Keniaan. Ja? Nee, ik wil het wel uitleggen. Ja. Het was het eerste jaar bij de selectie, in de voorbereiding. En moesten we rond een uur of 7 opstaan. En iedereen dacht, we gingen ontbijten. Toen zei de trainer, trek je loopschoenen maar aan. En toen gingen we naar het bos. En moesten we rondjes lopen.
En het eerste rondje was iedereen met elkaar. En het tweede rondje was van ja, wie het snelste er is. Maar goed, toen liep ik iedereen aan gort. En ja, de dag daarna in de krant stond er in het AD van Woudenberg maakt indruk bij Feyenoord. En de AD had gewoon toen die naam de Witte Keniaan. En sindsdien is dat eigenlijk weer weggegaan. Was Engeland voorbij geloof ik, superstitious in voetbal? Yes, sometimes. So, what do you do before a match starts? I set my shin pads and put the left sock on and left boot on before the right. But I've always done it, so I'll always... Why? I don't know. The first time I done it, I felt that it gave me good luck. Tot slot werd er nog gesproken over veranderingen in en om het stadion. Zo vertelde Willem van Kralingen van Le Crédit Sportif over cashless betalen dat het huidige muntensysteem gaat vervangen. Seizoenkaarthouders krijgen een nieuw betaalpasje thuisgestuurd, anderen kunnen deze betaalkaart in het stadion kopen. Met deze kaart kan later niet alleen in het stadion worden opgewaardeerd, maar ook online. De oude munten zijn nog 3 wedstrijden geldig en kunnen daarna als saldo worden bijgeschreven op de nieuwe pas. Stadionmanager Theo van Bentum gaf een update over de bouw van het nieuwe supportershome achter de Goffertribune. Wordt het mooi? Het wordt heel mooi, ja. Okay. Want kun je ja, we kunnen wel wat laten zien. De vloerbedekking ligt er op nog dit in, moment is alleen de fundering klaar. De oppervlakte is 200 vierkante meter. Hij is 10 breed en hij is 20 lang. Misschien kun je nog eentje verder. Okay. En dit wordt een beetje van buiten. Hij wordt hout? Ja, hij wordt van hout. Hij is in de nok is hij 4 meter hoog, dus in het midden. Dus 20 meter lang, 10 meter breed, openslaande deuren, waardoor je zo onder de tribune loopt, waardoor je droog staat. Dankjewel allemaal voor jullie komst. De volgende supportersavond is al bekend. Die staat nu 4 februari 2016. Ja, dit gaat dus niet meer gebeuren, jongens. Schrijf hem op. 4 februari 2016. Dankjewel allemaal. Tot de volgende keer.